Ik ga nu iets zeggen wat ongetwijfeld ook weer tal van luisteraars zal doen besluiten nooit meer te luisteren. Maar mijn zussen zei, ja, je leek net de Heere Jezus. Ja, ik deed niks. Ik deed niks terug. Hè? Het was meer de linkerwang dan de rechterwang, dat werk. Ik had dat niet in me. Ik had het idee van dat je er eens lekker op ging slaan, dat had ik er niet in me. Het Verlossum, kunt u mij horen? In zijn jeugd is Maarten tot bloedens toe gepest geworden, meerdere keren. Daar heeft hij eerder alles wat over verteld. Maar nu hij 80 wordt, is hij bezig met een boek over zijn jeugdherinneringen. En in dat boek speelt die pestperiode een belangrijke rol. Zometeen vertelt hij in deze podcast openhartig over die periode uit zijn leven. Ja, ik bedoel eigenlijk iets van... Dat had niet per se onthoofd hoeven te worden als die op tijd was vertrokken. Als hij een beetje beter had geluisterd. Er zit een element in van stijfhoofdigheid. Dat hem dat ook tenslotte het leven heeft gekost. Maar goed, nu kan ik er niet meer opkomen waarom ik ineens aan Danton moest denken. Dat kwam eigenlijk omdat ik een enorm dikke, ongelooflijk dikke roman had gelezen over die eerste revolutionaire Danton, Robespierre, Saint-Just, dat soort van lui. Ja. Van Hilary Mantel. Er zijn ook mensen die zeggen, Maarten, heb je nog een paar leestips? Wat ben je nu aan het lezen op dit moment? Nou, als je dat boek van Hilary Mantel over de Franse Revolutie wil lezen, dat is pittige kost. Ik lees nu Hans Fallada. Kleiner man was noen. Of in ieder geval iets in die geest in ieder geval. Ja, het leest vlot weg. Het is bovenal natuurlijk een soms hartverscheurend beeld van, ja, van mensen die klem zitten in de economische crisis van de jaren 30 in Duitsland. Kort voor het aan de macht komen van de nazi's. En Hans Fallada is er wereldberoemd mee geworden. Dus ja, kan ik het aanbevelen? Ja, ja. Ja, ik heb al eens eerder gezegd, er is een Italiaanse schrijfster. Die heet Natalia Ginzburg. Dat kan ik warm aanbevelen. Eigenlijk bijna alles. Ik heb lang niet alles gelezen wat ze geschreven heeft. Maar wat ze geschreven heeft. Dat qua stijl en aanpak kon mij dat enorm bekoren. Kijk, is dat voor de leesclub ook, dat boek? Heb ik ook voor de leesclub gelezen, ja. Zeker. Kom je er nog steeds bij elkaar met de leesclub? Elke maand. Ja, Johannes, zou ik door al die, dat is het grote sterke punt van een leesclub, dan ben je ook gedwongen om allerlei boeken te lezen die je misschien onder normale omstandigheden, je weet wel, die heb je op een stapeltje liggen. En als ik hem in vakantie neem ik ze mee, dat slap gelul waardoor je er tenslotte toch niet aan toe komt. Nee. Maar nu moet je ze wel lezen. En ja. Het is ook zo gek, als je het moet lezen heb je altijd tijd genoeg om het te lezen. Ja, ik ben nooit tekort geschoten volgens mij. In 20 jaar niet. Wanneer begint de slimste weer? Oh, eind juli? Eind van deze maand, denk ik. Dat is binnenkort al. Ja, dat is al binnenkort. Nou, ik dacht dat het ietsje later begon dan normaal. Okay. En iets langer doorloopt dan normaal. Op NPO 1 weer? Ja. En de vrijdag er weer en bij? En er is nog de slimste, de champions of zo, of de... Een voormalige goede score, dus daar is een apart programmaatje over gemaakt. Ik zat nog te denken, heb je daar veel over Rutte gezegd? Want dan moeten ze dat nu allemaal eruit knippen, want dat is natuurlijk allemaal niet meer actueel. Hartstikke actueel natuurlijk. Ik denk dat ik daar ook wel eens heb gezet dat ik vond dat hij te lang bleef zitten. Ja, klopt, maar dat is nu natuurlijk in de context waar dat je... Ja, het is niet relevant. Gaan jullie dat dan opnieuw opnemen of wordt het eruit gehaald? Ja, dat is net als dat heeft iemand een boek geschreven over mijn media optreden, zal ik nou maar zeggen. Ja, en die schreef wel zorgelijk dat hij een aantal dingen over Rutte, dat die veranderd moest worden. Maar voor mij hoeft dat helemaal niet. Ja, zo schrijft de geschiedenis voort. En soms gebeuren er dingen die je niet aan hebt zien komen. En dan moet je maar... dat is toch helemaal niet erg? Nee, vind ik ook niet. Zo werkt het. Ja, als je dat niet wil, dan moet je zoals ik, wat ik nu heb gedaan, mijn jeugdherinnering op papier zetten. En dat is het fijne dat die stoppen gewoon in 63. Die stoppen met de moord op Kennedy. En de manier waarop ik dat te weten kwam. Wat een ontzettend leuk passend moment. Vooral omdat het totaal onverwacht was. Ja, ik zat in een stoptrein in hoe heet het? In,
in het oosten der Glans. Op weg naar Delden. En in het station voor Delden, ja, allemaal hetzelfde station voor niks. Stapte er een man in. En die ging niet zitten, en die bleef staan. Ook al gek. De trein begon te rijden. En die zei toen op een soort semi-plechtige toon: ze hebben Kennedy vermoord. En toen zei allerlei mensen in die coupé, die zeiden: ja joh, flauw. Wat een flauwe mop, heb je niks beters verzinnen. Maar ja, dat was 22 november 1963. Het leek me een mooi moment om mijn jeugdherinneringen mee af te sluiten. En waarom is dat het moment waarvan je zegt, daarmee sluit ik die jeugdherinneringen af? Nou, het kwam gewoon goed uit, omdat ik natuurlijk in oktober, de oktober daarvoor, 24 oktober 1963, ben ik natuurlijk 20 geworden. Ja. Ik wou dus 20, ja. Waar houdt je jeugd op? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Waar houdt iemand zijn jeugd op? Houdt hij op volgens de juridische regel dat je op je 18e volwassen bent? Want dan mag je ook in dienst en al die andere dingen. Of moet je, ja, ik zou zeggen, bij veel studenten was mijn indruk dat de volwassenheid zich pas begint aan te kondigen als ze jaren 25 zijn. Je hebt natuurlijk allerlei mensen die bijvoorbeeld heel jong al aan het werk gaan of verschrikkelijke dingen beleven waar de volwassenheid wel eerder komt. Het viel mij altijd op bij jonge mensen dat als je een verjaardagspartijtje hebt en zo, dat ze geen poten uitsteken, niet waar? En dat het altijd bejaarde tantes zijn die zo ongelukkig lopen op zo'n avond. En dan ineens, zo tegen de tijd dat ze 25 zijn, zeggen ze het, je valt van je stoel van verbazing van, zullen we even helpen? Dat je, ja, zullen we even helpen? Er is plotseling een bewustzijn aangebroken van sociale verplichtingen, dat je best eens even kunt helpen, gaan ze maar door. Dus ja, wanneer je eindigt, en dan had je natuurlijk een theorie dat als je zo iemand als ik was, dat die heette in de jaren 70 de nieuwe vrijgestelde. Het ik-tijdperk en de nieuwe vrijgestelde. Dan zou je nog eens een leuk monografietje kunnen maken over de omslagen van de Haagse Post, al lang weer te zielen als normaal verkocht tijdschrift natuurlijk. Ja, dus dat heb ik ook wel eens verdedigd. De theorie dat als je een baantje krijgt bij de universiteit, waar de druk nou bepaald niet gigantisch groot was, laat staan in de jaren 70, dat je dat kon vergelijken met hoe heet dat ook alweer, die witte salamanders die in die grotten leven. Dus die ook niet naar het, die blijven eigenlijk steken in het larvale stadium. Dus die houden uitwendige kieven, die blijven wit. Hoe heet dat nou, die beesten? Ik had er een hele theorie over eigenlijk. En nu, hè? Hortensia kon ik er net na lang denken wel opkomen. En nu kan ik hier niet opkomen. Axolotl. Je moet me even tijd geven om na te denken. Dat heet het bij mij de Axolotl-theorie. Dat je, als je zo'n baantje had als de nieuwe vrijgestelden hadden. He, dat was altijd ook volgens mij in dat nummer van Haagse Post ook leuk in beeld gebracht. Zo'n jongen met zo'n spijkerjasje en een baardje en die een sigaret zit te rollen. He, ja, roken was nog heel wat in die tijd. En dat waren de lui die, nou ja, de axel, dat je dan dus eigenlijk eeuwig jong bleef. En je had van die mensen. Nou ja, je hebt ook die mensen van middelbare leeftijd die zich niet gedragen als mensen van middelbare leeftijd, maar als ze dus alsof ze 21 zijn. Het bekende motorfietsenstadium voor volwassen mannen. Die dan als hun laatste wanhopige greep naar de noodrem hebben van een motorfiets met zo'n knotje en ook een leren jasje en zo, dat je denkt, ach jee. Ze zien de einde, maar ze willen het niet accepteren. Dus ja, dat is heel lastig, maar ik zou zeggen, ergens tussen je 20ste en je 30ste word je volwassen. En waar ben je de jeugdherinneringen begonnen? Bij mijn geboorte. Oh, wel bij nul, oké. Ja, er was een brief van mijn Engelse oma. Dat ze was gaan kijken de dag na de geboorte. Dus daar stond in, hoeveel ik woog bij mijn geboorte? 7 pond. Wat zei ze ook? A nice little fellow with fatty cheeks of zoiets dergelijks. Zoiets was het. En ze was er wel over te spreken. Ik was een heel aantrekkelijk babytje. Snelle bevalling.
Mijn moeder kreeg als beloning een vooroorlogse maaltijd. Hè, dus dat betekent dat er echt serieus was uitgepakt. Daar ben ik begonnen. En moest je veel moeite doen om alles nog terug te halen? Nee, het is bestaat eigenlijk. In die zin heb ik al die dingen gedaan die ik me nog scherp herinnerde. Kijk, die brievencollectie van mijn oma en opa, die bestond. Dus daar had ik ook kopieën van. Dus die kon ik in dit geval her en der inzetten. Die eindigde overigens al in het voorjaar van 45 dus. En voor de rest, ja, koers je natuurlijk op wat er verteld wordt in de familie. Dingen die je wel, ja, die je toch niet makkelijk vergeet. Zal maar zeggen, het afvikken van de Schouwburg en Wageningen. Maar ik dacht bijvoorbeeld dat dat in de jaren 50 was. Dan heb ik het opgezocht. Bleek in 48 zijn afgefikt. Maar mijn ouders hadden ons wakker gemaakt. Mijn zuster en mij, mijn broer was er nog niet. Om naar de fik te gaan kijken. Dat is natuurlijk hartstikke simpel. Dat is echt daar opvoeding eerste klas. Hè? Dat je zo'n fik, wanneer zie je dat nou? Dat zo'n hele Schouwburg de lucht ingaat. Dus ja, ik heb het ook zelf beschreven. Kijk, je bent zo ontzettend veel vergeten. Dat je ook jaren, ik weet ook van alle, er waren dingen die je heel concreet herinnert. Maar als je me nou vraagt, is het 56 of 58? Ik weet niet. Ja, mijn ouders zijn waarschijnlijk in 59. Dat zijn van die markeringspunten dat ze je niet gauw vergeten. Maar dat zijn gewoon ook stukken waar ik gewoon helemaal niet weet wanneer iets gebeurd is. Of wanneer ik iets voor het eerst gelezen heb. Want ik heb het wel gemengd met de boeken die in mijn jeugd indruk op mij hadden gemaakt. En daar heb ik dan ook altijd even kort over vermeld wat er ongeveer in staat. Ik had een onderzoekje gedaan. Ik weet niet of jij ook een leidend voorwerp was geweest dat ik vroeg. Een van de boeken die ik werkelijk fantastisch vond als jongetje was de Kon-Tiki-expeditie. Dus ik heb eens rondgevraagd van, weet jij wat de Kon-Tiki-expeditie is? Nou ja, 9 van de 10 mensen hadden echt geen flauw idee wat het was. Dus dan dacht ik, dan kan ik er wel iets over schrijven. Dus heb ik ook, want dat is dan natuurlijk leuk om er iets over te schrijven. En je hebt natuurlijk in de band van de ring dat wij ontdekten als 14-jarige jongens op de openbare leeszaal. En mijn vriend Frank zei, ik heb toch zo'n leuk boek gelezen. Nou, dat hebben we allemaal gelezen, want allemaal prachtig. Ja, en wie schetst onze verbijstering dat later door literair gescholden werd gezegd dat het een fascistoïde kaboutersprookje was. Dat voor een meter deugde, racistisch, misogyn, nou ja, de hele sante kraam. Nou ja, heb ik niet kunnen laten om er toch een soort verdediging op te schrijven. Ik vind het nog steeds een geweldig boek. En het wordt voortdurend gekozen tot het belangrijkste boek van de 20e eeuw. De BBC heeft zo'n verkiezing. Amazon heeft zo'n verkiezing gehouden. Altijd hetzelfde liedje. In de band The Lord of the Rings komt altijd als nummer 1 uit de bus. Ja, tot woede natuurlijk van de literaire lezers. Wat zouden die nou denken? Nou, er is veel over deze twist is natuurlijk ook veel geschreven. Ja. Hey, leuk zeg, die jeugdherinneringen. Dus dat komt rond je verjaardag komt dat uit als boek? Ja, ik weet niet precies wat de uitgever van plan is, maar ik had het eigenlijk in no time op papier staan. Dus het is afval? Ja, ik heb het afgelopen woensdag opgestuurd. Dat heb je snel gedaan? Ja, het kan misschien nog iets beter. Ik heb het als einem goose, zoals dat heet, geschreven. Het kan misschien nog iets beter gestructureerd worden, maar ja, het ging wel snel. En ik dacht eigenlijk bescheiden, maar het is toch nog 30.000 woorden geworden. Ja, want je hebt eerder al eens een keer opgeroepen hier in deze podcast. Schrijf nou eens een boek over je eigen leven. Dat heb je dus eigenlijk voor een deel hiermee gedaan. Ja, en ik hoop ook dat toch. Het is natuurlijk mijn eigenaardige leven. Ik was een geplaagd jongetje en zo enzovoort. Maar ik denk wel dat het in allerlei opzichten, ook qua wat ik gelezen heb in de tijd, dat het wel typisch jaren 50 is toch. En komt dat pesten ook terug in de jeugdherinneringen? Ja, dat pesten komt ook terug, ja. Dat begint bij mij op de kleuterschool. Een hele grote zandbak, waar de kleuters dan ingejaagd werden halverwege de ochtend. Als het een beetje weer was. Ja, en ik bleek hem in feite al heel snel het slachtoffer te zijn van agressieve jongetjes. Die gewoon hun schepjes gebruikten om jaarsjes in te slaan. En ja, ik had helemaal geen, hoe moet je dat nou zeggen?
Ik heb nooit, ik vind nooit fysieke agressie vind ik iets afschuwelijks. Dus ja, mijn zuster, die was daar, die las heel anders aangelegd. Die sloeg er meteen op. En mijn moeder riep ook altijd van, laat je toch niet kisten, sla erop. Maar ja, dat heb ik niet in me. Het geeft jou natuurlijk ook een veilig gevoel dat ik niet ineens een stomp uitdeel of zoiets dergelijks. Ja. Maar ja, je ziet dat mijn taalgebruik vaak wel gewelddadig is, maar dat mijn gedrag het absolute tegendeel van gewelddadigheid is. En eigenlijk was dat na een soort van drama wat zich afspeelde in de tweede klas van het gymnasium, was eigenlijk het plagen afgelopen, was er klaar. Omdat natuurlijk op het gymnasium is het gebruik van fysiek geweld. Het zijn allemaal van die jongetjes die elkaar niet gaan aftuigen, zal ik maar zeggen. Je zit boeken te lezen. Althans, toen niet. Misschien dat het nu anders is, maar toen niet. Dus ja, het hoefde gewoon. Het speelde niet meer. En ik was natuurlijk verbaal, was ik handig genoeg om mij van mij af te bijten. Dat was het probleem niet. Maar het was meer het meppen. Ik was niet behoorlijk in het meppen. Vandaar dat ik een zeker aspect van het Utrecht Studentenkoor. Ik ben overigens nooit gemept in de groentijd, dat moet erbij gezegd worden. Maar er werd wel gemept. Ja, ik vond dat absoluut niet kunnen. Absoluut niet. Evenmin als je je kinderen slaat. Ja, mijn moeder sloeg ook haar kinderen. Dus dat moet. En wat was dan de gebeurtenis op het gymnasium? Nou, ze hadden mij gezet naast een jongen. Ik weet niet of ik zo iemand, maar goed, laten we hem ADK noemen. Vrij specifieke naam wel. Dat is een notoorgeval. Een lastige leerling. Ik begrijp helemaal niet wat hij in die twee gymklas deed, maar goed. En nou ja, die begon eigenlijk meteen een treitercampagne, waarbij hij ook een lelijk kneep en zo. Echt een onbeschrijfelijke ADK was een ontzettende rotzak. Ja, en op een goed moment werd het mij te veel en ik rende wenend de klas uit. En dan moet ik zeggen dat de geschiedenisleraar, die natuurlijk niet om goede redenen wel op mij gesteld was, ook daar buiten kwam en dat is een heel verhaal van trek het je niet aan. Later wordt alles beter, wat alles in grote trek ook wel bleek te kloppen. En het gekke is, ADK is verdwenen. En dat kon ik me bijvoorbeeld totaal niet meer herinneren. Is die daar uitgestuurd? Is die van school gestuurd? Ik weet het absoluut niet. Maar ADK is verdwenen en toen ben ik naast mijn vriend Frank van Wijk terechtgekomen. En je hebt niet mensen die toen nog in die klas zaten kunnen contacten? Nee, eerlijk gezegd wou ik ook niet weten wat er met ADK was gebeurd. Ik denk dat die getekend heeft voor het Vreemdelingenlegioen. Ja. Jouw zus heeft toch ook nog eens een keer zo'n verhaal verteld over dat met sneeuwbal of zoiets, met zo'n gevecht of... Ja, mijn zuster vond dat ik ook te weinig van mij afbeet. Of dat ze zelf maar, ja, had. Ik ga nu iets zeggen wat ongetwijfeld ook weer tal van luisteraars zal doen besluiten nooit meer te luisteren. Maar mijn zuster zei, ja, je leek net de Heere Jezus. Ja, ik deed niks. Ik deed niks terug. Hè? Het was meer de linkerwang dan de rechterwang, dat werk. Ik had dat niet in me. Ik had het idee van dat je er eens lekker op ging slaan, dat had ik er niet in me. Ja, mijn zuster zat daar helemaal niet mee. En wij moesten ook op weg naar huis, moesten wij de Rooms-Katholieke Jongensschool passeren. En dat was ook altijd gedonder, ja. Maar ja, nogmaals, voor iedereen die hiernaar luistert en die misschien ook gepest wordt, het gaat over. Er is meestal wel ergens een limiet, een eindtermijn aan de pesterij. Maar je advies is niet om erop los te slaan. Dat heb je je kinderen ook niet geadviseerd. Nou, ik kan het niet. Dus ik zou wel kunnen zeggen, misschien had mijn moeder wel gelijk dat je er flink op moest timmeren. Dat was meer mijn moeders aanpak van zaken natuurlijk. Maar ja, dat moet in je zitten. Ja, ja. Ja, nee, dat is eens. Ja, dat kan best iets uit. Is dit het nieuwste nummer of het een na nieuwste nummer? Nee, juni, augustus is dit. Ja, nee, dat moet het nieuwste nummer zijn. Ja, want dit is nog wel op zich interessant. Waarom gaat de emancipatie zo langzaam? Ja, zeker. Je zou denken dat zou toch met ook het scholingsniveau van de vrouwen in Nederland, zou dat veel beter moeten zijn dan het nu eigenlijk is. Ja, en ik vond ook wel de column van Marcel Levy interessant over het bejaardenhuis dat weer terug moet. Ja, dat is een... Dat, nou, we komen dan toch weer bij Rutte uit. Rutte 2 is dit. Al die verzorgingshuizen die gewoon, waar ze gewoon een eind aan hebben, ze gewoon de nek omgedraaid.
En met maar het idee dat iedereen maar voor zichzelf zou moeten zorgen. Lekker thuis blijven wonen. Hè? Hartstikke leuk. Als je miljonair bent in Bloemendaal, kun je rustig thuis blijven wonen. En je zult maar 3 hoog achter of 20 hoog in zo'n galerijflat wonen. Modieuze Marxisten die hebben niets geleerd van de geschiedenis. Kun je ook nog een keer doen? Zonder meer is dat juist. Eigenlijk hebben nog de modieuze Marxisten, nog de modieuze neofascisten hebben iets geleerd van de geschiedenis. Nou moet ik erbij zeggen, de kans dat mensen echt iets leren van de geschiedenis is verwaarloosbaar klein. Mensen leren altijd het verkeerde uit de geschiedenis. Ze leren namelijk altijd datgene wat ze graag willen leren. De geschiedenis is in feite een vat van mogelijkheden waar je uit kunt tappen naar eigen kletskoekbehoeften. En de Republikeinse kruistocht tegen woke is misschien ook nog interessant. Ja, omdat natuurlijk, dat is ook zoiets geks, dat vaak, woke is natuurlijk links, woke is gek en de rechterkant is even gek. Dus ze kunnen elkaar de hand schudden op het punt van gekkigheid. Ja. Leuk, daar komt Ron DeSantis natuurlijk ook weer in terug, in dat stuk. Ja, met die vreselijke familie. Is dit zijn hele familie? Ja, met die opgepoetste vrouw en die zielige kindertjes. Ja, ja. Sowieso dat je er altijd bij elke gelegenheid met die twee kindertjes daar gaat staan. Ja, dat verkoopt natuurlijk. En ik geloof dat ze ook soms matrozenpakjes aan hebben. Ja. Dat doe je je kinderen toch niet aan. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch... Nou, het is gewoon treurig dat in Amerika show je je kinderen dus om voor politieke doeleinden. Ja. Ja, en hier in Nederland met Kaag, dan is de cirkel weer rond, is dat dus heel anders. Want die gaat dus om haar kinderen juist uit de politiek. Ja, heel begrijpelijk. Ik kan me dat best voorstellen. Hugo de Jonge heeft alles eerder gezegd. Ja, mijn kinderen zeggen, kun je er niet mee ophouden. Ik denk dat Hugo, die gaat niet op de lijst staan. Of kun je niet geloof ik uitstappen op een ander punt dan bij ons voor de deur? Ik denk wel dat als het CDA weer mee gaat doen en ze vragen hem, dan gaat hij wel weer een ministerspost bekleden. Dat betwijfel ik. Ik denk dat hij dat wel gesteld is op die functie en op het aanzien die functie geeft. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar nou ja, het is op zichzelf diep, diep triest dat je in Nederland, als je kinderen hebt, vooral als je opgroeiende kinderen hebt, het is wat anders als je ruimschoots volwassen hebt, kinderen hebt, of ze zijn nog zo klein dat ze er geen benul van hebben, dat je met een probleem zit, hè? Dat mensen het doodnormaal vinden om die kinderen ook op de korrel te nemen. Ja. Dat is natuurlijk ook hetzelfde treurige lot van die prinsesjes. Hmm. Dat, ik vind ook dat dat is, zolang ze geen constitutionele rol spelen. Nou goed, de oudste die is natuurlijk wel lid van de, weet het geworden, Raad van State geworden. Maar ik vind dat eigenlijk, je zou die mensen eigenlijk tot hun 30ste met rust moeten laten. En dan vooral degene die toch niet in de opvolgingscyclus zitten, sowieso altijd met rust laten. Dus niet met die... Ik vind ook die beelden van die stomme journalisten en fotografen, waarbij dan die politici omringd zijn door zo'n horde van... Neem maar een beetje denk aan die krokodillen bij die wilde beesten. Hè? Ja, dat je denkt, god jongens, kan dat nou niet zo geregeld worden dat er 1 fotograaf is en 1 cameraman. Als er zo'n rare schreeuwende horde. Ja, voel je dat niet gek? Ja, nee, maar dat is natuurlijk, iedereen wil zijn eigen plaatje en zijn eigen beeld. Ah, wat een belachelijke vertoning. Jongen, jongen. Want ook iets beschamends hebben. Die gretigheid. Hè? Oh, nee. De media zijn in allerlei opzichten toch een hoogst ongelukkig functionerend complex. Ja, okay, laten ja we... dit zijn ook media natuurlijk, maar goed. Ja. Ja, maar wij staan niet bij Rutte voor de deur. Nee, we staan niet bij Rutte voor de deur. Dat gaan we ook niet doen. Dus, nee. Rutte is van harte welkom op die stoel hiervoor. Maar... Ja. Ja, nou ja, 2 historici dan bij elkaar. Ja, ik weet niet, hij is zo lang. Ik hoop dat hij er een beetje in past. Ja, dan moet die zak weghalen en dan past het wel. Ja, dan heb ik geen ruimte meer. Nee. Ja, ik las ergens, maar ik ben vergeten waar. Van de meneer die zei, ja nou, als er een nieuwe premier komt, liever geen historicus. Zoals die lul van de Rutte en van Rossum. Want dat vond ik ook wel interessant. Ik weet niet of hij zich realiseert dat Balkenende ook een historicus was. Oh, dat wist ik ook niet.
Ja, Balkenende heeft ook rechter gedaan, maar hij was ook historicus. Ja, clever ventje, dat begrijp je ook wel. Ja, er zijn er meer hoor. Hoe heet het? Kleine Napoleon was ook een historicus. Die ons, hoe heet het, ons ziektebestel veranderd heeft. Hoe heet die nou? Ja. Hortensia. Dokter Anders Hortensia. Zoiets. Ja, dus historisch zit natuurlijk omdat het eigenlijk een heel algemene opleiding is. Nou, denk aan, hoe heet die, die CDA-leider toen Rutte 1 tot stand kwam. Dat is niet van Haarsma Buma, hè? Nee, van Haarsma Buma niet, nee. Die was zeker geen historicus. Dat weet ik overigens niet zeker. Jan Doop Scheffer was al weg, denk ik toen. Ja, die is zelf zeker al weg. Was aan mij met pensioen, toch? Nee, die is nog naar de NAVO gegaan. Die man die uit Limburg kwam. Niet Camille Eurlings. Nee. Maxime Verhagen. Die, Maxime Verhagen. Ja, ja, ja. Ook historicus. Oh ja? Ja. Die heeft pas lang gestudeerd, volgens mij 12 jaar. Ja, ja. Ja. Zelfs ik heb minder lang gestudeerd dan Maxime Verhagen. Maarten, ik mis de Panama-crisis nog in alle onderwerpen die jullie besproken hebben, zegt Gert-Jan van den Dikkenberg. Of dat ik daar iets aan doen moet, aan de Panama-crisis. Nou, dat is een vraag of je dat leuk vindt. Hij mist het in wat we tot nu toe gedaan hebben in deze podcast. Nou ja, dan moet je eigenlijk, de Panama-crisis is een onderdeel van waar ik het, wat ik kort heb aangestipt. Als je daar even naar kijkt, dan zie je dus dat soort van geweldig complex internationaal financieel fiscaal systeem is, waarmee de diverse elites ook in nette landen zich fiscaal uit de wind weten te houden. En dat vind ik wel een vrij doevere toestand, ja. Mm-hmm. Kijk, als je een normale burger bent, betaal je normaal belastingen. Zodra je echt min of meer een aanzienlijk vermogen hebt, dan bel je iemand die er verstand van heeft en die zorgt ervoor dat je fiscaal uit de wind gehouden kan worden. Ja, dat vind ik, omdat dat kan, vind ik, voor, ja, daar werken wij zelf aan mee. Want Nederland wordt ook door velen buiten Nederland als een belastingparadijs gezien. Mm-hmm. En dan nog iemand die wil weten wat je ervan vindt dat Renske Leijten na 17 jaar de politiek verlaat. Ze zegt weg uit giftig Den Haag. Nou, dat heb ik vaker gehoord. Hè? Dat mensen zeggen van ja, ik heb geen zin in de politiek op deze manier. Het zijn onaangename spelletjes. Je kunt niemand vertrouwen. Het is niet, je hebt niet het gevoel dat mensen eigenlijk vanuit een enigszins reëel moreel kompas opereren. Ja, daar kan ik maar beginnen. Ik heb het vaak genoeg gehoord. Mensen van, ik ben blij, ik ben naar Den Haag. Het is er niet gezellig. Ja, sowieso, het afbreukrisico in de politiek is groot. Je wordt in de media word je aanhoudend. Als je even iets doet, word je verrot gescholden. Je wordt bedreigd tegenwoordig. Nee, ik heb daar wel begrip voor. Het is treurig genoeg. Nou, vind ik 17 jaar in de politiek ook een mooie periode. Kan ik me best voorstellen dat ik wel eens wat anders doen. Ik wil wel eens in de luwte werken. Dat kan me echt best heel goed voorstellen. Ik heb je ook een hele... aan Renske Leijten valt niks te verwijten, zou ik zeggen. Nee, nee. Die heeft ook als Kamerlid een heel positieve rol gespeeld. Ja. Wat zijn de onderwerpen die je nog leuk vindt om te doen, die door luisteraars zijn ingediend? Nou, je hebt me die hele lijst toegestuurd en daar zal ik er een paar uitzoeken. Stond er wat tussen? Ja, daar stond wel wat tussen, want ik dacht dat was wel leuk om te doen. Het was een lange lijst, hè? Dat was een enorme lijst, werkelijk gigantische lijst, ja. Ja, daar zou je jaren mee zoet zijn als je dat allemaal een beetje solide zou willen behandelen. Veel dingen hebben we wel eens gedaan, maar dat wil helemaal niet zeggen dat alle luisteraars ook bij die gelegenheid geluisterd hebben. Nee, dat is waar. Of ze waren er nog niet, of ze deden wat anders, of ze zijn natuurlijk in slaap gevallen, kortom. Ja. Dus ja, dat is lastig voor mij om te begroten. Er zijn ook nog steeds veel luisteraars die vragen, waarom zitten ze toch in de auto? Dat hebben we toch ook al vaak gezegd. Maar zit hier prima, toch? Ja, bij jou voor de deur, hè? Nee, het is ideaal. Ja, maar dan zeggen ze, waarom gaan we niet bij Maarten binnen zitten, wordt dan gevraagd. Nou, en dat mijn vrouw het helemaal niet prettig vindt als ik met die media aan de deur, want dit is podcast, is niet het enige wat ik doe. Ik doe van alles en nog wat. En die auto is ideaal, maar voor de meeste dingen doe ik paviljoen in het Wilhelminapark. Ja, dus jouw vrouw die wil dat niet allemaal binnen hebben? Nee, die vindt dat niet.
Omdat ze natuurlijk dat traditioneel het gevoel heeft dat er dan flink opgeruimd moet worden. En koffie en thee gezet, koekjes, fruit, de hele Santa Claus. Dat vind ik onzin. Maar ja, daarom. Maar dat vindt zij weer onzin dat ik het onzin vind, begrijp je wel? Ja. Dus ja, het is moeilijk te zeggen wat ik nog zou moeten doen. Omdat sommige mensen zullen zeggen, ja, dat heeft hij al een keer gedaan. Daar hoef ik niet nog een keer naar te luisteren. Dat is lastig. En natuurlijk ook altijd het probleem, tot welk niveau moet je dingen uitleggen? Ja. Ik zeg dat te meer omdat ik afgelopen donderdag heb ik een les gegeven op de school van mijn kleindochter. Het Santa Maria Lyceum in Haarlem. Ja, ik geloof dat het wel lekker ging, maar je worstelt daar wel met het probleem. Dat ik ook achteraf dacht, heb ik niet een beetje al te los over allerlei dingen zonder direct uit te leggen hoe dat zat gesproken. Om het verhaal a tempo te kunnen brengen. Ja. Ik zit even te kijken wat we hier nog. Dit is nog een onderwerp dat ook nog wordt ingestuurd. De beloftes van Barack Obama over. Guantanamo Bay, dat zou hij willen gaan sluiten. Is dat niet een van de blokken? Ja, dat is hem niet gelukt. En dat is hem niet gelukt omdat natuurlijk de Amerikaanse congres daar niet mee akkoord wenst te gaan. Ja, houd het op, hè. Oké. Christa zegt, ik ben wel benieuwd naar de heer Van Rossum en zijn idee hierover. Over het ontstaan daarvan en met name waarom Obama het niet heeft gesloten. Dat heb je dus net verteld. Ik meen me dus te herinneren dat het een van zijn beloftes was tijdens de campagne. Zeker is dat zo. Maar je kunt van alles beloven, maar het congres niet meewerkt, dan houdt het vanzelf op. Ja. Dus die gevangenis bestaat nog steeds? Ja, maar wij weten wel, ja. Ja. Er zijn wel een aantal van die lui losgelaten, dat wel. Maar op zichzelf, volgens mij zijn erbij die er nog steeds zitten. En er is al 20 jaar zitten of zo. Okay. Christa zegt ook, zou je kunnen zeggen dat de gemiddelde Amerikaan hier niet van wakker ligt? En dat alleen de rest van de wereld hier wat van vindt? Dan kan je garanderen dat de gemiddelde Amerikaan er niet van wakker ligt. Oké. Nou, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Ja. Sowieso is Amerika een land wat veel meer in zichzelf gesloten is. Wat veel, veel provincialistischer is dan de meeste mensen denken. Okay. Kijk, een land als Nederland is vergeleken met de Verenigde Staten enorm extern gericht. Ja. Omdat dat voor ons natuurlijk, we zijn een piepklein land in een grote wereld. En Amerika is een heel groot, heel machtig land. In ook wel een grote wereld, maar daar hebben ze iets te vertellen. Daar sowieso denken ze dat ze de buskruid hebben uitgevonden. Maar tegelijkertijd hebben zij ook de luxe dat ze zich niet al te veel van andere landen hoeven uit te trekken. Juist. Christa zegt ook van het lijkt op Abu Ghraib, doet het me aan denken. Ja, Abu Ghraib. Nou, zo erg als Abu Ghraib is niet. Als je die plaatjes ooit gezien hebt, dat was gruwelijk. Ook weer een voorbeeld van, is er geen behoorlijk toezicht? Zijn er geen behoorlijke regels en normen? Het ontsporen van mensen gaat zo makkelijk, zo alsof het vanzelfsprekend is dat je altijd weer geschokt bent dat zo makkelijk tot stand komt. Ja. Koen Peter wil nog weten of jij denkt dat de grote clean-up in Rusland eraan komt. Omdat natuurlijk na de Prigozhin-taferelen er gekeken wordt van wie kunnen we nog vertrouwen en wie niet. Ik heb geen idee, zoals ik goed heb uitgelegd hoop ik. Ik heb dat er twee scholen zijn, daar gaat van alles veranderen. En een school die zegt, daar gaat helemaal niet zo verschrikkelijk veel veranderen. Ik zou niet weten welke van de twee scholen tenslotte. Maar denk je dat er een grote zuivering komt? Nou ja, er werd aangekondigd dat de direct betrokkenen, dat die aangepakt zouden worden. Maarten noemde in de podcast over Europa dat de EEG een economisch project en geen politiek project is. Echter de EGKS, de voorloper van de EEG, was een puur politiek project. Hierdoor zie ik de hele vorming van de EEG als een politiek project met economische gevolgen. Graag hoor ik wat onze ex-hoogleraar hiervan denkt, zegt Jan Bruin. Nou, daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Het is zeker, de hele Europese samenwerking is in essentie een politiek project. Maar in dat politieke project lag de nadruk steeds op economische samenwerking. En zodra je natuurlijk over andere dingen gaat praten dan economische samenwerking of efficiëntere marktwerking, dan ontmoet je allerlei politieke problemen op je pad. Ik heb alleen gezegd, volgens mij, de euro is gered
juist omdat het een politiek project was. Niet, het was als economisch project, kun je zeggen, bracht het allerlei praktische problemen met zich mee die eerste jaren. Maar het is gered als politiek project. Ja, ik weet niet precies meer wat ik gezegd heb. Maar aanvankelijk lag de nadruk heel sterk op de economische samenwerking en met name natuurlijk op de landbouwsubsidies. Het grootste financiële onderdeel van de Europese Economische Gemeenschap was de landbouw. En Koen Peter die laat ook nog weten dat gaat dan weer over Rusland, dat er weer een hooggeplaatste Rus is overleden, namelijk de vicepresident van de Russische bank. 28 was deze dame, is sterft na een val uit een raam. Ja, dat is vreemd. Dat is zonder meer vreemd. Vooral dat ze 28 was, dat is natuurlijk een vrij verdachte omstandigheid, eerlijk gezegd. Ja. Defenestratie heet dat. Dan nog een vraag van Flairmeister. Wat vindt Maarten van de export van de ASML-machines naar China, die per 1 september verder wordt beperkt? Is dit niet heel erg naïef? Ja, dat is heel erg naïef. Het is Amerikaans, we zijn onder druk gezet. En iedereen begrijpt dat heel even wel effect kan hebben, namelijk dat het, laten we zeggen, de Chinese ontwikkeling van bepaalde dingen, dat die vertraagd gaat worden, doordat ze niet over de nieuwste chiptechnologie kunnen beschikken met de kleinste details. Maar dat je natuurlijk tegelijkertijd de Chinezen stimuleert om zo snel mogelijk een vergelijkbare machine te bouwen, waar ze ongetwijfeld toe in staat zijn als ze dat gaan doen. Dus ja, het is nogal naïef. Het doet toch een heel erg denken aan het feit dat Engeland in de 19e eeuw allerlei exportbeperkingen had ten aanzien van textielmachines. Ja. Om ervoor te zorgen dat ze dat niet in Europa ook gingen doen. Mm. Maar dat heeft, je begrijpt al, helemaal geen enkel effect gehad. Sterker nog, heel veel Engelse technici die migreerden naar Europa en die gingen daar dik geld verdienen. Ja. Denk in België aan iemand als Cockerill, ja. Een Engelse ingenieur die daar een multimiljonair geworden is. En wat deze vragensteller ook zegt, is zeggen van die machines staan er voor een deel in China van ASML. Dus denk je niet dat die Chinezen al lang bezig zijn met het nabouwen ervan? Nou ja, je hebt allerlei generaties bij die chipmachines. Dus ik weet niet precies wat ze in China wel hebben en niet hebben. Maar dat het uiteindelijk in feite contraproductief is, lijkt me evident. Oké, ja. Dan nog iemand die zegt, leuk dat je langskomt in Groningen, Maarten, in het prachtige Forum. Groningen, wacht even. Je gaat naar Groningen schijnbaar voor iets van een zomerpraatprogramma. Ja, daar weet ik iets van. Ja, daar word ik door Eus geïnterviewd als ik het wel heb. Oké, leuk. Maar ik weet de datum niet uit mijn hoofd. Oké. Boekentips van Maarten voor de zomervakantie vind je nu in de WhatsApp-groep van deze podcast. Je kunt lid worden van die WhatsApp-groep via de link die je vindt in de beschrijving bij deze podcast. Mijn zussen zei, ja, je leek net de Heere Jezus. Aan het eind van de oorlog is Hitler fysiek ingrijpend afgetakeld. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar over de ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. En dan is dat de schuld van het Duitse volk, wat hem betreft samen met hem ten onder kon gaan. Ruim 4 uur lang vertelt Maarten van Rossum onder andere over de mislukte operatie Market Garden en de hongerwinter. Een nieuw luisterboek over de spannende ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Ideaal om mee te nemen op vakantie. De link naar het luisterboek vind je in de beschrijving bij deze podcast. Hoe doen we in de toekomst onze boodschappen? Daarover vertelt Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize, het bedrijf achter Albert Heijn en bol.com in de podcast Sea Level. Luister de aflevering nu via de link in de show notes.